La palabra al señor Harton, minuto y medio. Voorzitter, de PVV waarschuwde een aantal jaren geleden dat het verdrag van Lissabon de lidstaten in grote problemen zou gaan brengen. We werden uitgelachen, maar ons gelijk wordt vandaag weer aangetoond. In zaken het Europees visserijbeleid had de Raad zeggenschap over heel wat zaken. Maar door het verdrag van Lissabon wordt die bevoegdheid vandaag ook nog weggegeven aan de Commissie. Een kardinale fout, zo zal blijken. In de kustwateren van Schotland zwemt haring rond. Heel veel haring. De Commissie moet nu de bevoegdheid krijgen om vast te stellen hoeveel de maximale vissterfte mag bedragen en hoeveel jonge visjes mogen worden geboren. Als de haring besluit om naar een ander gebied te verhuizen, dan mag de toepassing van het plan niet in gevaar komen. Voorzitter, dit is werkelijk te gek voor woorden. Als dit parlement meent zelfs de biologische eigenschappen van de haring te kunnen reguleren, dan is ze knettergek geworden. Al dan niet op basis van het verfoeide verdrag van Lissabon. Het zij weer eens genoteerd. Overigens is de PVV van mening dat het hele EU-visserijbeleid gewoon terug zou moeten onder nationaal beleid. Namelijk de lidstaten kunnen het veel beter. Zo blijkt ook weer vandaag. Dank u wel.